wij spelen dus nu Komen Vreten. En dat is eigenlijk een parodie op het bekende Komen Eten. Vier mensen gaan bij elkaar eten en natuurlijk kan dat niet zonder dat er het een en het ander fout loopt. En dat proberen we dus zo goed mogelijk neer te zetten vandaag. Coucou, Jaco! Maar hij riekt ook goed, hè? Is dat niet? Kruidvat! Ik speel Marie-Christine Welkens van Deutekom. En zij is een neurotische 50-plusser. En natuurlijk, ja, die neurotische trekjes, dat komt natuurlijk niet goed wanneer dat de mensen bij haar komen eten. Ik ben mijn hamburgertjes vergeten te leggen, godverdomme, die hamburgertjes! Zit je dat gewoon op tafel? Ja, maar dat kan ik niet! Die energiestromen die gaan pas doorbroken worden als die glazen rechtstreeks op je hamburgertjes worden gerekt. Godverdomme, die hamburgertjes! Rustig, Marie-Christientje. Ik speel Lucas Poppe, een 50er, die zot is van jonge meisjes. Het neurotische eten en het vegetarische eten van Marie-Christine, dat is dan mijn eigen taal, omdat ik nergens de vleeseter ben, dus dat is zo'n beetje mijn rol. Super, Wijnum. Allee, ja, merci. Allee, ik ben blij dat er toch iets is dat gelust. Ja, sorry dat ik zo direct ben, hè. Maar ja, ik heb toch wel van die pasta heen en dan die mais. Ja. Daar heb ik ook wat aan gekocht, hè. Ja, ik speel de rondborstige Romy uit Limburg. En ik kom eten dan bij de drie mensen hier. En ja, heel slim ben ik niet, maar dat zullen we misschien wel lekker zien. Ja, eigenlijk vind ik deelnemen belangrijker dan inschrijven. Zoals jullie zien zijn wij eigenlijk een vrij jonge toneelvereniging, maar ook oudere mensen mogen zeker bij ons terechtkomen. Wij zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen meedoen aan toneel. Zowel op de planken als achter de schermen is er zeker een plaats voor jullie. Voor deze voorstelling is het jammer genoeg te laat, maar neem zeker een kijkje op www.toneelkringvrede.com voor onze volgende voorstellingen en ook daar vinden jullie meer info. Ja, mannetjes, zeg, de aperitief, dat belooft wel vanavond, hè. Dat is niet te drinken, is dat maar. Mijn eigenlijke gember van, hè. Want er zijn grenzen, hè. Is het? Gaan we dat plannen? Ja, het is eigenlijk een symbiose gebundeld in een kroket. Ja, de samengevoegde voedselenergie van één beek. Ja. Ah, bon? Zeg, we zitten een rustig kroket van de mond. Hé, dat moet nog wel een rustig zijn, joh. Zet een keer relax, ik zal je een massage. Leg wel goed voor mijn lijf, hè. Ja. Voor je weg. Kom maar naar zo'n Boeddha. Uit Boedapest, hè? Oh, maar de naam zegt het toch wel? Boedapest? Ja, en koning Filip. Die komt uit de Filipijnen, zeker. Hij hier aan de kant, dat kunnen we dan hier nog afschuren, hè? Voilà, zeg. En lachen, hè? Ik ken niks van country, hè. Ja, Limburg, dat ligt ook het verste weg van Amerika, hè. Eerst bij mijn armen en dan bij mijn borsten.
en speurde mij verder het veld in en daar. Hij heeft hem maar toch niet. Oh. Als we klaar laten dan. Oh jongens, dan zijn er ook nog wel een chance, hebben we niet. Heel goed, echt te woord. Ik geniet ervan. Ik gun al zoveel in op de neer zien, maar echt, je geniet ervan. Ik vind het echt machtig. Er wordt veel tijd ingestoken. Ik had het niet verwacht dat zo'n prachtige voorstelling zou zijn. Echt waar. Ik heb er echt van genoten.